zullen kijken of we daar op koninkrijksniveau een besluit over kunnen nemen. Opdat ten eerste ook zichtbaar is dat we daar met alle landen in het koninkrijk voor staan, inclusief Curaçao en Aruba, die ook zich vanaf van de beste kant hebben laten zien vanaf het eerste moment. Maar dat we het ook van het landsniveau tillen naar het koninkrijksniveau. Laten we dat gewoon benoemen. Dit is een buitengewoon gevoelige fase voor wat betreft een correcte overheid en integriteit. Juist zo'n snelle bouwfase waarin voor honderden miljoenen door een land worden gepompt, is natuurlijk een fase waarin voortdurend de vraag aan de orde komt: aan wie wordt die opdracht gegund? Hoe gaan we dat doen? Wat zijn de kosten? En er hoeft natuurlijk maar de minste of geringste indruk te komen dat dat niet zuiver gebeurt. En dan valt die solidariteit die we gelukkig op dit moment zo breed hebben in het Koninkrijk natuurlijk snel de andere kant op. Dus dat moeten we niet laten gebeuren. Dus een groot belang voor de burgers van Sint Maarten in het geding met het feit dat we dit zo inrichten dat we weten dat al het geld op de goede plek terechtkomt en dat alle beslissingen zuiver genomen worden.